Ja, het begint langzamerhand traditie te worden dat we aan het einde van het veldrijseizoen op bezoek gaan bij onze Tessense trots Denise Bettsema. Wat schaatsen is in Nederland, dat is wielrennen in België. We zijn onze zuiderburen dan ook super dankbaar dat zij onze Denise zo omarmen en haar laten ontplooien in de prachtige en altijd spannende cyclowedstrijden. Cyclocross of hoe het ook heten mag. Wie haar prestaties wil volgen, moet wel wat moeite doen. Eerst mogen er natuurlijk geen supporters mee reizen naar de wedstrijden. En de uitzendingen op de Nederlandse televisie zijn op één hand te tellen. Maar gelukkig hebben we hier ook de Belgische zender Sporza. En als die niet uitzendt, ja, dan is er altijd nog de Belgische supporter Gunther. Die via zijn Facebook kanaal ons laat meegenieten. We gaan even kijken of Denise thuis is, dan kunnen we met haar praten. Goedemorgen. Leuk dat je er bent. We zijn er weer. Ja. Het is weer een jaartje geleden. En mogen we jou weer na het einde van dit seizoen wat gaan vragen? Superleuk. We lopen wel even naar de achtertuin. Wat gaan we doen? Tessel Kijken en Luisteren wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende bedrijven. Stokerij Tessel. De Tessel 44. Landgoed De Bonte Belevenis. De Teso. Jort Kuiken. Transities die energie geven. Natuurboerderij Plassendaal. Landel Green Parks, Jojo Mode, TBO Tessel, Tesselana, VVV Tessel, Café de Slok, De Tesselse Bierbrouwerij, Vakantiepark de Krim, plus Hooischuur, Vakantiepark de Bremakker, Restaurant Het Pakhuis, Iris Business Support, Smakelijk en Meer, Jaap Eelman Videoproducties, Accountants and Advisors NBC Eelman & Partners, Bosch Car Service van Sambeek, en geluidsstudio Audio PH 14. Dag Denise. Dag. Daar zijn we weer. Ja. Na een jaartje. Het wordt traditie, hè? Ja, wel een beetje inderdaad. Gezellig, ja. Fijn dat we weer even bij jou mogen zijn. En om maar gelijk even met de eerste vraag te beginnen. Want ik heb ook wat gekregen van een aantal supporters. Het zijn altijd leuk. Vragen waarschijnlijk. Superleuk, ik ben benieuwd. En die supportersgroep, die volgt jouw verrichtingen. Krijg jij daar wat van mee? Ja, natuurlijk krijg ik daar wel wat van mee. Ik ben zelf natuurlijk ook lid van Facebook, waar ik heel veel support voorbij zie komen. Ook vanuit de supportersgroep. Dat is natuurlijk superleuk, maar ja, sowieso op het eiland zie ik hier dat ik echt heel veel support heb. En eigenlijk dagelijks word ik er wel over aangesproken. Dus dat is zo leuk, dat iedereen zo meeleeft. Ja. Hey, eerst eens even de wedstrijden doornemen, als je het goed vindt. Ja. Van het afgelopen seizoen. Er waren er enkele minder dan officieel gepland. Ja, klopt. Nou, de reden kennen we allemaal natuurlijk. Ja. Zo in september, oktober, dan begint dat allemaal. Ik heb ze even geteld. Het waren er toch nog 31. Ja, ja, precies. Het waren er toch echt nog wel een hele hoop gelukkig. Dus ja, ja, er zijn er vooral in Nederland een aantal weggevallen, wat heel jammer is. En buiten België. Maar de meeste crossen in België zijn gewoon doorgegaan. Want het is toch wel echt België wat de veldritsport. Ja, ja, klopt. Ja, in België hoort het veldrijden ook echt tot topsport. In Nederland is dat niet zo, omdat het niet Olympisch is. Dus daardoor heeft het geen internationale status buiten de wereldbekers om. Dus hier in Nederland is alleen in Hulst de wereldbeker doorgegaan. Wat nog wel heel erg leuk was. En vooral om die te mogen winnen natuurlijk. Maar ja, dat is wel jammer dat er daardoor een paar crossen hier verloren zijn gegaan. Ja. Ja. Eens even kijken. Ik heb hier, om van achter naar voren te beginnen, afgelopen weekend, zondag de sluitingsprijs, wedstrijd in Oostmalle. Daarvoor zaterdag in Sint-Niklaas, de Waasland Cross. Ja. Allebei eerste geworden. Daarvoor tweede in Brussel, ook een hele mooi parcours daar. Klopt, ja, ja. En nou, zo kunnen we nog even doorgaan, maar ik heb ze even opgezond. Van die 31 wedstrijden, nou, je weet het zelf niet, 24 keer een podium plaatsen. Ja, dat is natuurlijk super mooi. Nee, zeker niet. Daar ben ik ook echt super blij mee. En ja, dan zitten daartussen zitten ook gewoon een paar hele mooie overwinningen. En dat is natuurlijk helemaal. Ja, ja, dat is natuurlijk echt. Eerste plaatsen, ja. Zeven tweede plaatsen, negen derde plaatsen. Nou, en dan nog een
eigenlijk twee vijfde plaatsen. Eén keer zeven en één keer achtste. Ja, dus ja, echt een seizoen om. Zeker, een seizoen om echt trots op te zijn. En ja, je ziet dan vooral aan het begin van het seizoen, dan moest ik vanaf toch wel een van de laatste startrijen van start gaan, omdat ik nog niet zoveel punten had. Dus ja, dat is dan ook in je nadeel om dan een mooie klassering te rijden natuurlijk. Ik ga even op terug. Ja. Ik heb ze bijna allemaal gezien. Dan zie je jou van achteren en dan kruip door, sluip door en dan ben je in de eerste ronde al, als je al niet voorop raakt, dan zit je in ieder geval bij de kopgroep. Zijn die anderen dan wat langzamer? Ben jij er zo op gebrand om zo snel mogelijk vooraan te zitten? Want dat heeft je ook een paar keer opgebroken. Ja, ja. Vooraan blijven zitten. Ja, dat is soms ook inderdaad zo'n grote inspanning dat je het daarna moet bekopen. Maar ja, wat je gewoon ziet, er wordt heel snel gestart. En ja, als dan de dames vooraan zien dat ze natuurlijk een gat hebben op de rest. Ja, dan wordt er nog harder doorgetrokken. Dus om dan te zorgen dat je er vlug bij bent. Ja, dat is toch wel een beetje prioriteit. En natuurlijk heb je dan soms dat het je opbreekt daarna. Maar ja, dat is op zich is dat de meeste keren goed uitgepakt bij mij. Ja. Is dat dan een bepaalde tactiek dat je zegt van ik ga voorop rijden, dan heb ik geen last van eventueel mensen die in de hekken rijden of een belemmering vormen dat precies. Ik niet door kan? Ja, ja, dat is altijd wel iets wat meespeelt en natuurlijk rij je daarentegen ook wel dan in de wind, maar ja, je kunt op zich je eigen tempo rijden en je hebt geen last van de renners voor je, dus nou ja, soms pakt het goed uit en soms niet. Ik heb een vraagje. Er wordt gestreden om verschillende prijzen. Bijvoorbeeld Superprestige, Wereldbeker, EK, WK. En toch lijken die koersen op elkaar. Ja, het zijn natuurlijk allemaal verschillende omstandigheden. Maar er is een start, een finish en die duurt ongeveer 3 kwartier. Ja. Die koersen lijken wel best wel op elkaar. Ja, klopt. Ja, het grote verschil is, je noemde net wat klassementscrossen. Dus dat is de X2O badkamertrofee. Ja. Dat is een klassementscross van zo'n 7 wedstrijden. Dan heb je de Superprestige, ook 6 à 7 wedstrijden. En de Wereldbeker, ook ik geloof dit jaar 5 wedstrijden. Ja. En de puntentelling in die klassementscrossen, die verandert. Dus dat is het grote verschil. De X2O-trofee die gaat op tijd. Dus de tijd van alle wedstrijden samen wordt opgeteld. En degene die er het minst lang over heeft gedaan, ja, dat is de eindwinnaar, winnares. Bij de Superprestige gaat het op punten. Dus elke klassering is een aantal punten. Ja. En dat is bij de Wereldbeker ook zo. En die puntentelling die verschilt dan iets. Dus daar wordt het grote verschil gemaakt. Maar hoe ga je dan zo'n wedstrijd in? Weet je dan hoeveel tijd je nog goed moet maken, bij wijze van spreken, om een bepaalde klassering te halen? Ja, ja. Daar fiets je ook. Dat is bij de X2O-trofee dus wel het grote ding, ja, natuurlijk. Dat heb ik gezien, ja. Ja, alleen ja, wat zie je dan? Ik ben aan het begin van het seizoen ben ik natuurlijk achteraan gestart. Dus ja, ik heb bijvoorbeeld nooit de bonificatiesecondes kunnen pakken in de eerste rondes die worden weggegeven. Of nooit, alleen de laatste wedstrijden. Ja. Dus ja, op dat punt ben ik gewoon wel in mijn nadeel geweest. En ja, dat zijn natuurlijk dingen waar je voor volgend seizoen echt je helemaal kunt op gaan richten. Hebben, die laatste los, die 15 seconden en het werden er 5. Ja, helaas, ja. Helaas. Yes. Maar ja, zo werkt het natuurlijk in de sport. Ja. Dus, ja. Hoe ziet jouw favoriete parcours eruit? Nou, ik moet zeggen, ik ben iemand die echt heel veel omlopen goed ligt en ook heel leuk vindt. Ik heb bijvoorbeeld, ik vind parcours in Beringen. Dat is echt een klimparcours met heel veel hoogtemeters. Vind ik super tof om te rijden. Maar ja, er zijn ook hele vlakke crossen die ik heel leuk vind. Bijvoorbeeld Oostmalle afgelopen weekend met heel veel zand. Vind ik ook heel leuk. Mooi parcours. Ja. Dus ja, ik vind eigenlijk gewoon de variatie in de parcoursen vind ik echt super leuk. Maar dat is ook veldrijden. Precies, precies. Ja, dus ja, het is niet dat ik zeg, ik heb echt voorkeur voor klimkoersen of voor alleen maar zand. Ik vind juist de afwisseling echt heel tof om te doen. Ja, want je wordt wel afgeschilderd als dat meisje uit Texel, zeggen ze dat. Ja. Mm-hmm. Dat
dat die van zand zou houden. Ja. Maar als ik anderen dan zie en ik zie jullie in hetzelfde shot zeg maar door die zandbak gaan, dan denk ik van nou, die anderen kunnen er ook wat van. Tuurlijk, tuurlijk. Ja, weet je, het is natuurlijk wel, hier op Texel is het vrij makkelijk te trainen, het zand, want ik rijd naar het strand en ik kan mijn ding doen. Dus ja, het is vast wel iets wat in mijn voordeel is dat ik hier van Texel kom. Ja, dat is natuurlijk zo. Ja. Ik ga even door de vraag heen, want anders gaan jouw supporters mij erop aan. Hoe liggen de misschien ga ik van de hak op de tak. Hoe liggen de onderlinge verhoudingen in het deelnemersveld? Ik kan me herinneren dat Katie Compton, die was niet zo lovend over jouw toestemming van de UCI om jou weer te laten terugkeren. Nee, de Amerikanen überhaupt niet. Nee, maar goed, het is denk ik hun grote probleem. Ik moet zeggen dat ik ze weinig heb gezien dit seizoen, want ze fietsen niet zo ver vooraan. Dus daar heb ik geen boodschap aan natuurlijk. Volgend seizoen, want er zijn er 3 wedstrijden in Amerika. Ja, dat klopt, ja. Denk ik nu in 1 keer, ga je daar naartoe? Ja, dat staat wel zeker op de planning, want ja, het wereldbekerklassement is toch wel weer een groot doel. Ja. En als je dan Amerika overslaat, ja, dan heb je toch 3 wedstrijden gemist. Ja. Maar op zich, de verhoudingen zijn heel goed hoor in het peloton. En ik heb van niemand ooit iets negatiefs gehoord. Nee. En zeker niet van Katie. Dus, Ja. Nou, mooi toch? Zeker. Ja, dat is ook wel leuk. Je ziet sommige renners over die plankjes springen met de fiets. Jij staat altijd af. Ja, mensen, klopt. Ik heb je nog nooit eroverheen zien springen. Levert dat nou voordelen op? Om er overheen te springen. Op sommige parcoursen wel, op andere ook niet. Het is ook een heel groot stukje risico wat je neemt om er overheen te springen. De heren die zijn toch een stuk krachtiger en doen dat toch met meer gemak dan de dames. Dus ik zie ook vooral heel veel valpartijen bij de dames die ze springen. En wat je ook veel ziet is dat de dames de eerste paar rondes wel springen en daarna als de vermoeidheid wat meer optreedt toch niet. Ja. Die meisje, zeg maar even meisje Kay, die springt er zo over. Ja, klopt. En ja, dat is soms dus in het voordeel, maar ik heb er in Brussel rende ik haar voorbij terwijl zij sprong. Dus ja, het ligt aan... Misschien dat het iets meer of minder kracht kost. Ja, maar het is wel iets wat ik waar ik extra op wil gaan trainen. Het is natuurlijk leuk als je de techniek beheerst om er overheen te springen. En ja, dan is een tweede ding om dat in de wedstrijd te kunnen doen op hartslag 190. Als je super vermoeid bent natuurlijk. Dus. Hoeveel tijd wordt er besteed aan parcoursverkenning? En hoe gaat dat? Ik rij ongeveer 30 minuutjes over het parcours. Dus dan doe ik dan heel rustig aan, meestal 2 à 3 rondjes. En dan, ja, ik probeer altijd zo rustig mogelijk te verkennen en alles in me op te nemen. Dus elk boomstronkje, elk steentje, elke putdeksel wil ik opmerken, zodat je niet verrast wordt tijdens de koers. En dan zie ik je toch nog wel eens van tactiek, techniek wijzigen tijdens de wedstrijd. Ja. Je ziet dat je van tevoren bedacht hebt, ik neem dat paardje. Ja. En dan blijkt dat uiteindelijk toch niet het meest geschikte paardje. Nee, klopt. Wat er gebeurt, wij gaan eerst verkennen. Dat is rond 1 uurtje of 11 gaan de dames vaak het parcours op. En daarna gaan de mannen verkennen. 1 uurtje later. Dus dan komt er nog een heel peloton met mannen, komt er over het parcours heen. En wat je vaak ziet is dat het parcours zo hard verandert nadat de mannen er overheen zijn geweest. Dus dan, ja, ik heb dan natuurlijk wel alles geprobeerd te verkennen. Maar ja, als een spoor ineens een paar meter is verlegd naar de buitenkant of zo van het parcours, ja, dan weet ik dat nog niet van tevoren. Dus dan is het echt een beetje anticiperen tijdens de wedstrijd. Ja. Ja. Er is 1 materiaal, post noem ik maar even, een strook waar je eventueel van fiets kan wisselen. Ja. Is dat een vaste plek? Krijg je die toegewezen? Jouw vader staat er. Klopt. Ja, ten tijde van corona heeft iedereen een vaste box. Dus een vaste plek in de materiaalpost. Normaal gezien is er zeg maar 1 materiaalzone waar je van beide kanten van het parcours door kan rijden. Dus in 1 ronde kom je 2 keer langs de materiaalpost. En dan, ja, dan staat mijn vader daar met mijn Belgische mechanieker. Met mijn fietsen klaar. En, 2 mensen? Ja, met z'n 2. Ja. De een moet hem aanpakken en de ander... Klopt, ja, die geeft de andere... Die geeft hem weer aan. Ja. Bijna altijd goed, hè? Bijna altijd wel, ja. Nou,
Ja, ga lekker. Ja, goed ja. Zo. Bij het EK en WK komen jullie Nederlands uit voor oranje. Ja. Wat voor opdrachten krijgen jullie dan nog mee van de bondscoach, Gerben de Knecht? Ja, Gerben heeft natuurlijk wel aan de ene kant een hele erge luxe positie met zoveel sterke dames in de ploeg. Ja. Aan de andere kant wordt het dan ook lastig, want ja, er zijn eigenlijk 3 à 4 kopvrouwen. Dus ja, wordt er dan onderling nog een tactiek besproken waar je zegt van, nou Denise, als jij bent even sterker dan Alvarado misschien moet jij, of andersom. Nou, hè? Je spreekt van tevoren af, weet je, als je wil als Nederlander wel goed voor de dag komen. Nou precies, het is natuurlijk voorop staat dat er een Nederlandse titel meegenomen wordt. En door wie dat dan is, ja, dat maakt Gerben niet veel uit. Nee. Als het maar een Nederlandse dame of heer is. Maar ja, de opdracht de afgelopen jaren was toch een beetje, ja, rijdt niet tegen elkaar. Of althans, je rijdt je eigen wedstrijd, rijd elkaar niet van de fiets. Maar ja, je hebt gezien. Maar het is ook niet zo. Kijk, je gaat elkaar natuurlijk niet in de wielen rijden. Nee, precies op die manier niet tegen elkaar. Is het dan zo van, nou, je ziet Annemarie of Celine, die zie je een heel eind toch vooruit en jij hebt geen kans meer om daar nog iets aan te doen voor jouzelf, ja. Dat je dan zegt van wacht even, ik blijf mooi in het tweede pakje zitten, dat hun doorgaan? Of ja, nou ja, zeker als er iemand van een ander land natuurlijk in je wiel zit, dan rij je dat nooit dicht. Dat is gewoon tegen elkaar rijden, ja. En ja. Dat is zeker niet de bedoeling, maar ja, het was denk ik dit jaar ook wel duidelijk dat, ja, dat de strijd gewoon tussen de Nederlandse dames zou gaan en dat is gebleken. Dus heerlijk, ja, uiteindelijk rij je toch een soort van tegen elkaar natuurlijk, maar ja, je zorgt in ieder geval dat je niet iemand van een ander land in je wiel meeneemt. En als je het zo bekijkt, dan vorm je toch wel een ploeg, een team. Weer wat anders. Heb je op je lichaam elektronica? Ik bedoel eigenlijk, kun je bijvoorbeeld zien hoeveel wattage je wegtrapt? Nou, ik heb op mijn trainingsfiets heb ik een wattagemeter, maar die heb ik niet op mijn wedstrijdfiets zitten. Wel draag ik altijd een hartslagband en een hartslaghorloge, dus daarop kan ik aflezen wat mijn hartslag is, maar ook mijn snelheid en de tijd van de wedstrijd. Dus mensen wel eens over de finish komen en dan drukken ze wat in? Ja. Precies. Dan de tijd in? Of dan zetten ze hun horloge stop. Dus je zet de timer aan als je van start gaat. Vaak een minuutje voor de start, dan zet maar je je horloge niet aan. Wat voor tijd je maakt? Het is toch een wedstrijd? Ja, maar goed, het is om uit te lezen op de computer is makkelijk als je de wedstrijd zelf hebt geklokt, zeg maar. Okay. Dus dan kun je alle data goed uitlezen. Dus dat doe ik ook. Ja, maar tijdens wedstrijd heb je dan ook een hartslagmeter? Ja, die heb ik ook om. Ja, om. Ja, niet iedereen fiets daarmee. De meeste wel hoor. Maar ik ook zeker. Je maakt deel uit van de ploeg. Paul Saus Bingel. Ja. Precaire vraag. Stel dat er een aanbod komt van een andere ploeg. Heb jij dan zoiets als een persoonlijke zaakwaarnemer of bepaal je dat zelf? Of hoe zou dat dan gaan? Nou, niet dat het aan de orde is, maar stel. Ik dat soort dingen regel ik toch wel zelf. En ik ben gewoon heel erg op mijn plek in de ploeg. Dus ik zou niks in overweging nemen. Dus daar kan ik heel, heel duidelijk in zijn. Ik ben echt helemaal op mijn plek en superleuk. En ook nog contact met mannelijke ploegleden? Ja, die. Omdat jij waarschijnlijk na de wedstrijden vrij snel weer weg moet. Normaal, vaak wel. Ja, dan is het op zaterdag is het natuurlijk wel. Dan blijf ik vaak toch wel wat langer. Want dan hoef ik niet gelijk naar huis. Want de volgende dag staat weer een wedstrijd op het programma. Dus ja, dan ga je soms ook eens bij die mannen kijken. En ik moet zeggen, het is nu door corona is het gewoon allemaal een stuk anders natuurlijk. Normaal gezien, dan zie je elkaar in de feesttent, bij wijze van spreken, na de koers. En dat is nu allemaal niet. Dus ja, dat is wel jammer. Ja, oké. Okay. Nou, dan worden er, ja, misschien heb je het al beantwoord, min of meer tussen de regels door, wordt er na een wedstrijd nog geëvalueerd met de ploeg? Met jou persoonlijk? Of hoe? Ja. Met je ploegleider of met de trainer?
Ja, mijn trainer is ook de ploegleider van de dames van Paul Sauze Bingo. Dus met Tom bespreek ik altijd de wedstrijd naderhand. En, Tom de Kort. Tom de Kort, ja. En hij maakt ook mijn trainingsschema's, dus is ook mijn persoonlijke coach. Ja, daar bespreek ik echt de wedstrijd tot in detail mee. En daarnaast kijk ik de wedstrijd ook eigenlijk altijd terug op tv. Vind jij het goed als dat we eens even naar jouw fiets gaan kijken? Ja, natuurlijk. Ja, leuk. Ja. Nou, hij staat daar. Ik heb even gekeken op, gegoogeld op afbeeldingen klikpedalen. Ja. Nou, wat zijn er veel klikpedalen. Ja. Verschillende. Nou zag ik bij de ploeg van Annemarie, dan ben ik even de ploegnaam kwijt. En daar zit ook Toon Aarts in diezelfde ploeg, hè? Nee, dat is de ploeg van Sven Nys. Oké, ja, die. Ja, ja, van Sven Nys. Ja. Dat die met die sneeuw, met dat ijs, wel problemen hadden om hun klikpedalen ijsvrij te houden. Ja, maar ik denk dat dat wel echt voor iedereen gold. Oké. Ja, wat je hebt in de sneeuw, die pedalen die zijn van metaal. En dat loopt gewoon vol met sneeuw en dat bevriest het. Keihard. En ja. Je schoenen die hebben ook plaatjes die vollopen met modder, met ijs. En ja, dan op een moment heb je gewoon twee brokken ijs die je in elkaar moet zien te klikken. Want je hebt nu niet de goede schoenen aan, maar misschien kun je het vertellen. Je gaat er met je neus op een gegeven moment klik je wat aan en dan stamp je hem in. Precies, ja. En dan het plaatje van je schoen past precies hier zo in je pedaal. Ja. En ja, je kunt je voorstellen als hier modder of sneeuw tussen zit, ja, dan is dat gewoon heel lastig. Ja, en het bevriest ook waarschijnlijk. Precies, dus wat wij nu de laatste wedstrijd in de sneeuw hebben gedaan, dat is met antivries helemaal volgespoten voor de wedstrijd. Oké. Okay. Ja, dat hielp toch wel een beetje, maar ja, ik heb ook flink pedaalproblemen gehad in de sneeuw en met die ijzel. Oké. Okay. Dus ja, daar is eigenlijk vrij weinig tegen te doen. Ja. Heel hard schoppen. En het uitklikken, dat is een slag. Want was het zaterdag of zondag dat je mistrapte bij de start? Zaterdag, hè? Ja, ja. Precies. Ja, als je dan over je pedaal heen trapt, dan... Oeps, dat ging je eraf. Dat zit niet vast, dus dan kun je geen druk zetten. Het is een paar keer herhaald, dus we konden het goed zien. Ja. Het is balen, hè? Maar ja, goed. Zeker, maar het hoort erbij. Je bent gewend om van een achterstand naar voren te kruipen, dus... Ja, dus het kwam wel weer goed. Ja. En dan nog iets over de banden. Ja. Wat ik ervan weet, en dat is niet veel, denk ik dat er verschillende soorten profiel zijn en misschien bandenspanning, zoveel bar. Ja, waar heeft dat allemaal mee te maken? Ten eerste de banden, ja, dat zijn tubes, dus dat, die worden gelijmd op de vel. En druk is super belangrijk, dus afhankelijk van het parcours beslis je hoeveel druk je erin doet. Des te harder het parcours, des te meer druk doe je er eigenlijk in. En dan heb je eigenlijk vier, vijftal soorten profiel. Die dan weer afhankelijk is van de omstandigheden tijdens de koers. En kun je dan, terwijl je de wedstrijd bezig bent en je denkt van je hebt 1-2 rondes gereden. Ja. Het zit me niet lekker, de spanning is niet goed, het profiel is niet goed. Huppakee, alstublieft. Ja. Pa, hier heb je mijn fiets. Ja. Maar dat kun je niet tijdens de wedstrijd aan hem vertellen. Nee, wat we vaak doen als ik bijvoorbeeld twijfel van, het is bijvoorbeeld een modderparcours, maar niet super extreem, dan vertrek ik bijvoorbeeld op wel gripbanden, maar niet met extreem veel grip. En dan zetten we al een fiets klaar met extreme gripbanden. En als ik dan bijvoorbeeld mijn hand opsteek of is dat het punt dat mijn vader denkt, de gripbanden, de fiets moet klaar. Kijk, en dan wissel ik zo om. Ja. Dat is het. Nou, leuk. We gaan nog even zitten, de laatste vraagjes. Even kijken hoor. Dat was een vrouwelijke supporter die dat vroeg. Meer daarvan. Hoe ziet tijdens het crossseizoen jouw week eruit? En dan doelde ze op voeding, training en planning. Gewoon door de week dan voornamelijk, denk ik. Of de hele week.
Nou, je hebt een seizoen van september tot februari. Ja. En dan ziet er anders uit als de rest van het jaar. Ja, ja. Het seizoen, ja, dat staat natuurlijk in teken van de wedstrijden. Eigenlijk elk weekend 1 à 2 wedstrijden. Soms zelfs door de week ook eentje erbij. Dus ja, dat is een kwestie van je voeding op orde hebben ook natuurlijk. Rondom de wedstrijden. Op tijd eten, genoeg eten. En dan door de week, ja, dan ben ik ook moeder, dus dan breng ik de kindjes naar school. Als de kindjes op school zitten, dan werk ik mijn trainingen af. En ja, eten, slapen, rusten, ja, dat staat natuurlijk super centraal dan. De inhoud van de voeding, wordt je daarin begeleid? Wat je aan vitamine binnen moet krijgen, wat je aan proteïne binnen moet krijgen? Nou, nee, dat doe ik zelf wel echt. Natuurlijk weet ik daar inmiddels wel genoeg van af. Heb ik daar ook wel wat hulp bij gekregen. Maar op dit moment is het niet zo dat ik een diëtist in dienst heb of zo. Maar ja, zou je die in dienst moeten hebben? Of kan dat de ploeg voor je regelen? Dat zou de ploeg kunnen doen, inderdaad. Ja. Maar nee, ik vind het super leuk om zelf mee bezig te zijn. Ik lees echt alles over voeding. En ik vind het ook leuk om te koken. En ja, dat speelt een hele grote rol in de sport. Dus ja, dat is gewoon heel belangrijk om inderdaad de juiste voedingsstoffen binnen te krijgen. Ja. Nou, dat was ook een van de vragen die hier opstond. Hoe gaat jouw gezin om met jouw beroep? Ja, het is natuurlijk iets waar je toch samen een beetje ingroeit. Nu komen de kinderen wel op een leeftijd, ja, dat ze toch wel gaan zien van, oh, het is toch wel speciaal dat je moeder op tv is. En, maar ja, daarnaast ben ik ook gewoon een moeder die zegt van, ja, ruim je spullen op en in bed. En dus ja, het is ook toch wel een soort van normaal. En ja, daarnaast vinden ze het natuurlijk heel leuk. En nee, maar het is misschien wel juist die aandacht die jou gegeven wordt, dat opvalt. Bij jouw kinderen. Ook kijk, wel, wij maar komen hier, het is op tv, dat gebeurt natuurlijk nog veel meer. Ja. Dat zij denken, het is misschien nog niet zo normaal. Nee, maar toch als je daarmee opgroeit, dan ben je op een moment natuurlijk niet anders gewend. En ik moet zeggen dat het is heel fijn hier op Texel, want ja, iedereen is lekker nuchter en gaat er heel relaxed mee om. En ja, dan is in België, wordt er toch wel anders mee omgegaan en wordt toch iets meer op een voetstuk geplaatst. Ja. Maar goed, dat zijn de weekends dat ik daar ben. En door de week ben ik lekker hier en ben ik ook de moeder van Joeka en Wolf. Bijna een dubbele leven. Ja, bijna wel, ja. Maar de goede zin is het. Ja, die combinatie is gewoon echt heel prettig. Ja, ook zo'n leuke vraag. Zie jij het nog wel eens gebeuren? Financieel heb ik het even niet over. Dat er een wedstrijd met Texel komt. Ja, dat zie ik zeker wel gebeuren. Ik denk dat, ik zeg het altijd al, Texel is echt zo mooi om te trainen voor de cross. Dus ja, waarom zou je hier geen wedstrijd kunnen organiseren? We hebben hier alles. We kunnen mooi over het zand, het bos. Ik denk dat je hier een van de mooiste wedstrijden kunt organiseren die je kunt voorstellen. Zeker. Ik probeer alles te kijken, ik kan niet alles zien. Vanwege de stream en alles, maar meestal lukt wel. Ja. Dankjewel Gunther. Ja, dat is fijn, hè? Dat is leuk. Ja. Maar ook op Sporza. En dan genieten we ook van het Vlaamse commentaar. Ja. Hoe die twee mannen daar zitten te praten over de verschillende Hollanders die daar hun verrichtingen doen. Met uitspraken, ik heb ze lang niet allemaal onthouden, maar en dan komt ze weer onze zandkoningin. Bijvoorbeeld, of geboren en getogen in de zandbak, was een van de laatste uitspraken. Ja. En kind van de Waddenzee, Michiel Weitz. Ja, leuk. Helemaal leuk. En één ding moeten ze, of jij vertelt of ze kijkt misschien even. De beste commentator uit België. Denise, die woont op Texel, in het eiland, en niet in Texel. En ze komt van Texel en niet uit Texel. Maar dat heb ik toch echt al een paar keer gezegd, maar het gaat er niet helemaal in. Het is een eiland, daar woon je ook niet in. Klopt. We genieten gewoon van
van hun enthousiasme. Ja. Dat is natuurlijk ook zo. Ben er bijna doorheen. Nog eentje. Krijg je media training? Nee. Het is wel iets wat ik leuk vind. De media te woord staan. En dat doen we voor, na, ik zou bijna zeggen tijdens elke wedstrijd. Het is ook een soort van element wat erbij hoort, want die camera die staat altijd op je neus gericht. Dus ja. Ik denk dat je daarmee ook dan een beetje vertrouwd raakt. Vind je het wel eens vervelend dat er zoveel aandacht is? Nee, niet vervelend, zeker niet. Nee, ik. Dus hoort erbij. Precies, het is gewoon iets wat erbij hoort. Jij laat het iets zien wat mensen leuk vinden. Ik vind het in ieder geval leuk. Wel, het is allemaal leuk. Ja. Om het te laten zien, heb je de mensen ook nodig. Precies. Het hoort gewoon bij de sport en. Nee, ik vind het ook leuk om te doen. Dus, ja. Ik ga je danken. Fijn dat we hier weer mochten zijn. Zeker. Je bent inmiddels naar een ander huis verhuisd. We hoorden misschien op de achtergrond misschien ook niet wat bouwgeluiden. Ja. En anders is het maar zo. Ja. Dankjewel. En succes. Dankjewel.